Ik ben de Vever Andy. Ik woon in Oostkerken in Diksmuiden. Jaar of 6 geleden is het begonnen met diabetes type 1. Maar ik heb Tommy niet gestopt en ik bleef verder verzwakken. Ik ben toen een jaar en een half gezocht achter wat dat ik kan, schermen. En toen is achter een jaar nog ontdekt dat ik mis ben. Maar ja, we gaan nu proberen het beste van te maken van de situatie waar we zitten. Ja. Dat is het enige dat we kunnen. Dat is ergo, kinie, locomat, oefening doen, rondbalans oefening, echt wel intensief werk. Ik had nooit gedacht dat ik ging sporten in mijn leven, maar nu wel, echt wel, ja. Echt de max voor dat te doen. En zeker alle sporten te leren ontdekken. En wat dan de mogelijkheden dat zijn in alle sport. Dus ja, stop niet. Hè. Stop niet met in die stoel te geraken, stop het niet. Het gaat een hele nieuwe wereld open eigenlijk. Ja. De donderdag is elke in de namiddag dat we gaan zwemmen, zitvolleybal, luchtkarabijn schieten, laserkarabijn schieten, tennis, atletiek. Al de sporten voor een beetje te ontdekken wat je misschien nog kan. Als je van thuis uit in de geest wordt, maar is het heel moeilijk. En dan heb je die drempel is veel kleiner met de revalidatie hier. Zij zoeken alles voor jou en de stap is er. Ze komen zelf eens uitleggen welke sporten wat. En dat is wel, niet meer, de stap is niet meer zo groot voor erin te stappen dan. Voorlopig zie ik toch wel de favoriet van de tennis. Ja, we zijn nu zelf al opgestart ermee. We zijn nu ongeveer een 5 man aan het trainen. Ondertussen een eigen rolstoel aangekocht. Dus ja, eigen raket, alles. Dus we zijn vertrokken.